een en ander voor zijn deur. Na 10 selectieritten over het hele land had vandaag de gouden fietsfinale plaats in en rond Wolvertum-Meissen. Een verslag van Michel Wuits. Het is iets uitzonderlijks. Zou ik zeggen, van de gouden fiets als nieuweling te kunnen winnen. Zo. Het is een fiets van waarde bij de 100.000 frank. Dat betekent toch iets, denk ik, voor de jonge kerel. Een juweeltje dus, die gouden fiets. En deze jongens liggen er al een paar nachten wakker van. 73 nieuwelingen die op weg gaan voor 77 kilometer. Ze rijden 9 ronden van iets meer dan 8 kilometer met telkens de moeilijke kasseistrook van de Oppumse straat. Nieuwelingen gooien er meteen de beuk in. Jongens van 14 tot 16 gebruiken vooral hun benen. Het hoofd erbij houden, dat leren ze later wel. In de tweede ronde rijdt een groepje van 7 renners voorop. Tom Monde, Karel Verreke, Kurt Boer, Jan Cliff Everaerts, Koen Das, Dave Fennings en Laurent Clercq. Het tempo ligt vrij hoog om en bij de 50 km per uur. De 7 nemen snel een halve minuut. In het peloton wordt vooral gekeken naar Frank van den Broeke, de Belgische kampioen. Van den Broeke won al 14 wedstrijden, waaronder 2 selectieritten. Bart Willems deed nog beter, hij won er 3. Willems is vooral zeer snel aan de streep. De derde favoriet is Glenn Dollander. Dollander werd in het kampioenschap in Alancy gevloerd door een linker van den Broeke. Dollander aanst op revanche. Na 4 ronden hebben we vooraan nog 6 leiders. Tom Monde zijn we kwijt. Het zijn vooral Laurent Clercq en Koen Das die het grote werk opknappen. De voorsprong loopt op tot 50 seconden. De zogenaamde grote blijven het allemaal van op afstand bekijken. In de 6e ronde na pakweg 50 kilometer begrijpt Dollander dan toch dat hij iets moet doen. Glenn Dollander had trouwens met persoonlijk begeleider en Peter-Jeff van Driessen afgesproken in deze ronde voluit te gaan. Dollander in de gele trui gaat in de achtervolging met Helms, De Wolf, De Vriend en Kuilitz. 5 man op zoek naar 6 leiders en de 5 hebben succes. Ze sluiten aan. Maar Glenn Dollander zit vooraan en dan is Frank van den Broeke niet ver. Het peloton pakt de 13 terug. De wedstrijd kan herbeginnen. In de voorlaatste ronde demareert Romeo Hernandez. Hernandez is de provinciale kampioen van Luik. Hij werd vooraf als outsider getipt. Een stevig baasje, die Luikenaar van Spaanse herkomst. Na de kasseistrook krijgt Hernandez het gezelschap van Dave Fennings en Jochen Veremans. De 3 werken goed samen, de voorsprong bedraagt snel 30 seconden. Fennings zit op het tandvlees en moet eraf. Hernandez en Veremans spurten voor de overwinning. Hernandez gaat makkelijk over Veremans. De 8e overwinning van Hernandez is goed voor de gouden fiets. Veremans is 2e, Willems is 3e. Mede-organisator Eddy Merckx is nog niet veel wijzer wat het WK in Stuttgart betreft. Nou, helemaal niet, zeker niet wijder, want in tegendeel, er is een zware valpartij geweest van Jim van der Laar, ook Iwan Brunin is gevallen, dus normaal ging er een selectie gebeuren dus, na San Sebastian, maar die zal uitgesteld zijn tot na Zurich. Dus we kennen nog geen namen? Nee, we kennen geen namen natuurlijk, ja, je kunt zeker namen, zekerheden zoals Luc Roos, Criquelion, Van Nieterbeek, dat zijn zeker vaste waarden. Maar voor de rest zijn verschillende jongens die waarschijnlijk al zeker zijn wanneer niks voorvalt. Maar er moet nog 4-5 man aangevuld worden. Zijn er al jongens waarvan je zegt, ja, die halen het waarschijnlijk niet, die rijden niet goed, die kan ik er nu al uitzetten? Ja, ik denk een beetje geduld hebben met die jongens. Je hebt jongens die natuurlijk een heel zwaar programma afgewerkt hebben. Bijvoorbeeld zoals een Peter de Klerk, zoals een Iwan Brunel. Sammy Moreels, maar daarom wil ik hem nog een laatste kans laten, ook in Zurich. Volgens mij kan je nog beter nationaal voetbalcoach zijn.